Welkom bij een nieuwe Under Review. We komen weer terug op enkele fases van het afgelopen speelweekend. De 12e speeldag alweer in de Jupiler Pro League. En dat doen we uiteraard met Jonathan Lardot. Dag Jonathan. Dag Peter. Het was een weekend met nogal wat topwedstrijden op zondag. Hoe vinden jullie in het algemeen dat die verlopen zijn van de kant van de scheidsrechters, de wedstrijdleiding? Ik moet zeggen dat het in het algemeen een positief weekend was. Een paar scheidsrechters gezien die hun beslissing op het veld hebben genomen zonder de nood van de VAR. Dat ze meer vertrouwen hebben, dat ze meer worden geaccepteerd door de spelers, door de staf. En alles samen vind ik dan een vrij positief weekend. Mm-hmm. Jasper Vergoten die kon met de fiets naar het Jan Breydelstadion, maar die heeft de topper tussen Anderlecht en Club Brugge wel op een hele goede manier geleid. Hè? Hadden wij als commentatoren ook de indruk? De afstand is niet belangrijk, dat is de kwaliteit die telt. Jasper heeft een prima wedstrijd gefloten ook, en zijn assistenten ook. Er zijn wel een paar buitenspelsituaties, maar... En ze waren nipt, het duurde soms een beetje langer. Nipt, we spreken over een paar centimeters, dus daarvoor hebben we ook de VAR nodig. Mm-hmm. En iedereen heeft een goede wedstrijd gefloten. Ja. Nu we het daarover hebben, in die wedstrijd is er in de slotfase doelpunt van Giancarlo Simic, waardoor Anderlecht uiteindelijk nog wat spanning in die slotfase ook brengt. Wij hadden als commentatoren de indruk, die staat eigenlijk net buitenspel. En eerlijk gezegd, na een beetje wachten, hebben we eigenlijk ook niet helemaal uitsluitsel over die fase gekregen. Was dat nu geen buitenspel? Vertel eens. De lijn werd op een correcte manier getrokken. Het feit is ook dat we maar één lijn hebben gezien op de replay. En het komt door het feit dat in de VAR, dat zijn begonnen met de lijn op de voet van de verdediger. En dan hebben ze de lijn van de aanvaller getrokken. En als die lijn overlappen, dat komt slecht over op beelden. Dus wij moeten in zo'n situatie alleen maar één lijn trekken. En die twee lijnen waren gewoon op elkaar. En het was dus geen buitenspel. Ja, sowieso geen buitenspel. Ja, volgens de technologie geen buitenspel, inderdaad. Ja, dus een correcte beslissing. Ja. Goed, dan gaan we naar de wedstrijd van 4 uur tussen Antwerp en Standaard. Daar is er een beetje een ongelukkige fase, blijkt achteraf natuurlijk. Eckert Ayensa van Standaard wordt verzorgd vanwege bloed aan de kin na een contact met Vincent Janssen en net daarna... Kort daarna scoort Vincent Janssen voor Antwerp. Nathan Verbomen, de scheidsrechter, had zelfs geen overtreding in het voordeel van Standaard toegekend en ook geen kaart voor Vincent Janssen. Achteraf bekeken, was dat terecht? Nee, want op beeld zien we duidelijk dat Vincent Janssen zijn arm in het gezicht van zijn tegenstander zet. Had geel moeten. Eigenlijk voor die overtreding en het had in vrijschop voor Standaard moeten zijn. Mm-hmm. Natuurlijk, Nathan kan die fase niet goed beoordelen door zijn logische positie op het veld. Mm-hmm. Daar had ik meer input van de vierde man verwacht. En daar zien we dat vierde man is niet alleen maar de wissels doen, dat is ook belangrijk. En de trainers in bedwang houden. Ja, belangrijk is wel wat op het veld gebeurt. Mm-hmm. En hier hadden we meer van de vierde man verwacht. Absoluut. Dat is duidelijk. Derde wedstrijd van gisteren namiddag, of intussen al om 6:30, was die tussen Agent en de Leiden, Racing Genk. En daar is er een fase in minuut 37, 38 ongeveer, met Mathis Samoise. Die een tackle inzet om de bal weg te werken, maar met zijn gestrekt been terechtkomt op het scheenbeen van Joris Kayembe. Hij krijgt een gele kaart en was daar stom verbaasd over. De meningen lopen daar echt over uiteen, merk ik. Commentatoren vonden, dat is eigenlijk geen overtreding, want anders mag je niet meer tackelen. Andere mensen zeggen, misschien is het wel gewoon rood, want hij komt toch met dat gestrekte been erg intens over. En gevaarlijk op die manier. Ja, er zijn commentatoren die zeggen dat het geen kaart moet. Er zijn die zeggen dat het gele moet ook. Mm-hmm. En blijkbaar zijn er ook die hier rood vinden. Mm-hmm. In de summercourse en in het eerste gesprek met de media in juli hebben we ook in zo'n gelijkaardige situatie getoond. Een tackle waar je eigenlijk die controle van de bal niet hebt, je neemt een risico om op die manier te tackelen.
Jij neemt het bal op een correcte manier, maar dan heeft hij wel zijn voet vooruit. Hij probeert in eerste instantie weg te raken, maar dan doet hij nog een beweging. Als we dit echt in detail bekijken, we gaan zeker niet voor een rode, want hij heeft de bal duidelijk gespeeld. Had hij de bal gespeeld en zijn voeten direct naar beneden gezet en die contact op een andere manier gehad, was geen gele kaart verwacht. Hier, het feit dat hij voet vooruit komt ook door die actie, maar dat het nog een kleine beweging is. Hij heeft misschien niet genoeg gedaan om het contact helemaal te vermijden. Ja, inderdaad. En ik kan ook begrijpen... En dat is onvoorzichtig. Dat is ook onvoorzichtig. Ik kan wel begrijpen dat Nicolas Laforge een gele kaart trekt. Ja. Ik vind dat is geen schandaal. Als we hier een gele trekken, absoluut. Ja, maar rood was niet nodig, vind je? Nee, absoluut niet. Nee. Had Nicola een rode kaart getrokken door het feit, in zulke situatie was de VAR tussen gekomen. Ja. Oké, dat is duidelijk. Dankjewel voor je uitleg nog maar een keer, Jonathan. Dank je, Peter. En graag tot een volgende keer. Dag.